Waren jullie blij verrast van het voetbal dat Engeland niet zien, Kees? Nou, Kees Jo Spits, vond ik wel... Taremi. Die maakte er twee. Ja, goede goal. Ja. Die tweede ook goede goal. Pingeltje. Ja. Hij had nog een kans. Dat was een hele goede loopactie dat hij die paas kreeg. Nou, Engeland, het begin was sowieso... Stroef, want die keeper die lag heel lang op de grond en die ging bouwen nog even door. Ja, maar dat kan toch ook echt niet meer? Nee. Ja, die Engelsen spraken er ook schande van. Heb jij Alan Shearer gehoord nog in de rust? Ja, de BBC. Wat vond je daarvan? Want die stelde voor om te zeggen... Oké, als een keeper zo lang geblesseerd is... van dat je tijdelijk even een andere keeper erin mag zeggen... en ga even met die jongen aan de gang... en ga even goed beoordelen of de man überhaupt verder kan spelen. Ja, een onafhankelijke arts zoals in de NFL... kan je op zo'n heel groot toernooi... kan je toch bij iedere wedstrijd een onafhankelijke arts... Zo'n FIFA-arts, dokter. Dit is wat Shearer, ik denk 3 weken terug ook zei. Toen was de keeper van Aston Villa, de Argentijnse doelman, Martinez. Raakte geblesseerd in Newcastle uit en die ging door. En na 10 minuten kreeg hij, of na 5 minuten kreeg hij een bal... en viel hij een beetje half. Dit bij Match of the Day ook. Laat een speler gewoon even invallen. Ja. En dat duurt dan maar even. Die ander kan dan gecontroleerd worden. En als hij weer goed is, weer wisselen. En dat is maar niet idee. Alleen de keeper, gewoon elke speler. Elke speler. Vorige week was er een interview met Jan Vertonghen. Die vertelde hoeveel last hij heeft gehad. Ja. Maandenlang van... Die klap op zijn hoofd. Ja. Ja. Maar dit is toch ook gewoon heel simpel op te lossen. Je zag op een gegeven moment super slow motion van die klap. Ja. Je ziet bij wijze van spreken de neus en het jukbeen breken bij die doelman. Ja. Je ziet hem helemaal wegraken. En dat er toch nog een dokter zegt, want ze hebben tegenwoordig allemaal van die schermpjes in de dugout staan. Laten we het eerst maar even aankijken. Dat is wel heel wonderlijk. Oh, echt niet normaal. Ja, niet te geloven. Maar daardoor was de wedstrijd, dat duurde dus even voordat hij op gang kwam. En ze hadden wel dat doelpunt nodig, Engeland, om er doorheen te breken. Ja, die hebben toch wel een lekkere ploeg, vind ik. Leuke mix, vind ik ook. Ja. Is een outsider? Nou, een beetje wel. Als je wel ziet wat er daarna nog... En kijk, Iran, ik weet ook wel de tegenstand. Tegen een betere ploeg straks, dan willen we het ook nog wel even zien. En Maguire werd gewisseld, toen kwam Deer erin. Ja. Ja, dan denk je wel centraal achterin... Is het dun? Daar is het wel dunnetjes. Je begrijpt wel waarom ze zo spelen. Ja, aanvallend. Dat ze denken van nou, er moeten niet te veel ballen bij onze verdediging terecht gaan komen. Want, maar ze zijn teruggegaan, hè? Want hij was altijd weinig avontuurlijk, Southgate. Ja, nogal inderdaad. Ja, maar ook als ze de bal verloren vandaag juist, dat ook meteen druk naar voren, hè? Niet achteruit eerst. En dat kon ook wel tegen Iran, dat weet ik wel. En als je ook ziet wat ze daarna nog inbrengen, Rashford, Foden, Grealish. Maar toch, gek dat deze ploeg gewoon in de Nations League gewoon niks winnen. Die zijn gedegradeerd. Ja, maar niks gewoon winnen. Ja. En als je ze vandaag zag spelen, Bellingham, Rice, dat duo, de tandem, dat liep wel. Achterin zag het er ook wel prima uit. Hij heeft natuurlijk lang vastgehouden aan dat behoudende systeem waarmee hij de EK-finale gehaald heeft. Ja, maar uiteindelijk, ik vond het echt leuk om naar te kijken. Het is goed dat Bellingham zo goed speelde ook. Ja. Want die kan dan op die positie gewoon spelen naast Rice. Die is wel echt goed. Ja, wat is het dan? Is het een 10? Is het een 8? Is het een 6? Is het van alles. Een enorme moderne middenvelder. Dat is 19. Echt niet normaal. Het is 19 jaar. We hebben het altijd van zijn supertalent in de Eredivisie. Hè? Ja. Deze jongen... sorry, maak je verhaal af. Nee, die is wel echt krankzinnig goed. Hè? Bij Dortmund speelt hij vaak als tweede 10 of als 1. We spelen ook wel eens een keer met twee controleurs naast elkaar. En dan zijn we een soort zeg maar de 8. Ja. Die combineert wel heel, heel veel. Beetje vrije rol. Goesje, mijn, met de spelers. Wie is de beste kopper van jullie drie? Ik heb de meeste goals met mijn hoofd gemaakt, denk ik. Ik kon echt goed koppen. Oké, Brugge was de beste kopper. Kun je uitleggen waarom... Als er geen tegenstander kon goed koppen. Kun je uitleggen waarom zo'n knappe goal was van die Bellingham? Waarom dat zo'n goede goal was? Ja. Nou, omdat dat is ook wel intuïtie. Het super mooi was in de super slow-mo. Daarom was het een mooie goal. Nee, maar je weet als speler altijd wel, vind ik, in zo'n situatie. Ten eerste moet je het timen en aanvoelen wanneer. Maar hij weet wel echt wat een situatie op het veld is. Je weet waar de keeper staat ongeveer. Je weet wat er moet gebeuren. Het is wel bijzonder dat je voorzet van Shaw die er heel gemakkelijk uitzag, maar volgens mij best moeilijk was om te sturen, of niet? Die was schitterende goal. Maar de voorzet maakte de goal. Ja. Dus deze is eigenlijk gewoon springen. Shaw die gaf echt een perfecte voorzet en het springen en op je hoofd, niet stoten, maar laten vallen. En dan krijgt hij dat effect dat hij naar de verre hoek. Hij kan naast de paal, hij kan op de lat, maar dit keer kwam het gewoon perfect uit. En dan is het een prachtige goal, helemaal in zo'n super slow-mo. Maar die van gisteren was natuurlijk mooier. Ja,
Ze maken er 6, die Engelsen. Ja. Die eigenlijk geen doelpunt gemaakt hebben de afgelopen maanden. Ja. Kane maakt hem niet. De manier waarop ze nu spelen, maakt dat eigenlijk uit. Want hij kan volgens mij ook gewoon veel beter voetballen dan... Ik vind hem wel dat hij een beetje veel uit die spits loopt. Natuurlijk hebben ze wel jongens die er dan ook wel in die gaten duiken. Maar ik vind af en toe waren er wel situaties dat ik dacht van... Dan kwamen ze bijvoorbeeld door in een soort van counter. En dan ging hij de bal halen. Dat ik dacht van ja, nu moet je juist in de spits zijn. Want dan gaat die bal zo direct naar de zijkant. En dan moet je in de 16 zijn. Ja. En dan gaat hij hem toch van de voet afhalen bij Rice of iemand. Ja. En dan gaat hij een tikkie breed. En hij kwam een paar keer aan de zijkant. Voornamelijk een beetje frustratie voor mij, omdat ik hem in mijn ploeg heb. Waarom hij maar hij mocht staan omdat hij nog niet gescoord had, volgens mij. Ja, 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 twee assists, maar hij ging ook een beetje door zijn enkel. Dat was ook een lelijke tackle. Hij tackelde er aardig op los, die Iraniërs. Dat was lekker portje. Was dat lompheid, onkunde of gemeen? Ja, lompheid waarschijnlijk. Maar daar had hij mazzel dat hij niet helemaal onder bleef hangen met zijn enkel.